Waarom stijgt de zeespiegel als je een watermeloen eet? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik eet graag watermeloen, hè? Zo een als deze. Deze komt uit Spanje. Een gemiddelde watermeloen is ongeveer 2,5 kilo. Ja? En als je naar onze hoofdvraag kijkt, en jullie hebben allemaal studenten uit Delft, die zullen dat zeker weten. Die kennen de wet van Archimedes, ik gooi dat ding in het water en de verplaatste volume is ongeveer wat de zeespiegelstijging teweeg brengt. Dat zou je denken in eerste opzicht, maar ik ben dit kwartier hier om jullie te vertellen dat dat niet het hele verhaal is. Het verhaal hier is dat deze meloen meer is dan die 2,5 kilo, eigenlijk water, wat hierin zit. Om deze meloen te maken, voordat die bij mij op mijn bord ligt, is ongeveer 500 liter water nodig. En dat komt, en ik ga hem nog heel voorzichtig neerleggen. Dat is, ja. En dat komt omdat, om die meloen op te kweken, je het plantje moet laten groeien. Dat plantje dat heeft water nodig, hetzij regenwater, hetzij irrigatiewater. En uiteindelijk is dat zo'n 500 liter voor een meloen van 2,5 kilo. Kun je nagaan, dit is de grootste meloen ooit gevonden, 160 kilo. Daar moet wel 32.000 liter water in voordat die uiteindelijk opgegroeid is. Dus zo'n meloen heeft eigenlijk naast het feitelijke water wat erin zit, zit daarachter wat ze noemen virtueel water. Het is water wat er niet feitelijk in zit, maar wat je uiteindelijk nodig hebt om het te consumeren, om het consumptie rijp te maken. Nou, zo kun je van jezelf, hè, van een gemiddelde persoon zoals mijzelf, kan ik een profiel maken van mijn virtueel watergebruik als ik weet wat ik consumeer. Nou, dat noemen ze de watervoetafdruk. Ik kan dan uitrekenen wat mijn waterverbruik is per jaar en dat is ongeveer 1500 kuub per jaar. Daarvan is maar 5 tot een paar procent, maximaal 5% komt doordat ik douche, naar het toilet ga en dat soort dingen. Het meeste, verreweg het meeste komt door mijn consumptie. Zo eet ik bijvoorbeeld graag vlees. En een biefstuk die komt van een koe. Die koe die is uiteindelijk grootgebracht door ruwvoer, krachtvoer, gras. En dat heeft water gebruikt. Dus daar zit heel veel virtueel water in zo'n biefstukje. Recent was er wat te doen over pubers die te veel douchten. Ongeveer 3 kwartier of zo per dag waren ze aan het douchen. En dat was enorm slecht voor waterverspilling. Nou, als je tegen die pubers zegt dat ze 1 dag per week geen vlees eten, dan kunnen ze de rest van de week kunnen ze gerust 45 minuten douchen. Geen probleem. Mijn waterverbruik, mijn virtuele watervoetafdruk is natuurlijk veel groter dan iemand uit India. Daar kun je zien, iemand uit India die eet veel minder vlees, heeft geen luxe producten. En daardoor is zijn virtuele watergebruik veel minder. Behalve watergebruiker ben ik ook onderzoeker. En mijn onderzoek gaat met name over de lotgevallen van het water op het land. Hydroloog met een mooi woord. En wij gebruiken computermodellen. En dit zijn voorbeelden daarvan. Waarin we de wereld opdelen in pixeltjes van 10 bij 10 kilometer. En voor elk van die pixeltjes proberen we te achterhalen wat er gebeurt met neerslag. Welk gedeelte stroomt af via de rivieren? Welk gedeelte wordt door de planten opgenomen en verdampt? Welk gedeelte komt in de diepere lagen terecht? Maar ook welk gedeelte wordt door mensen gebruikt? Nou, uit dit soort simulaties, maar ook uit allerlei metingen, kunnen we proberen te achterhalen hoeveel water er is op de wereld en hoeveel daarvan door ons wordt gebruikt. En nou, als we dat even op een rijtje zetten, we weten natuurlijk allemaal uit onze aardeskundeboekjes dat verreweg het meeste water op aarde, dat is zeewater, hè, zoutwater. En ongeveer 2,5% van het water is zoetwater. En daarvan zit ook nog eens 2/3, hè, van die 2,5% zit vast in ijskappen, Antarctica, Groenland en in de gletsjers. En 1/3 is echt zoet water. Zowel water in de grond als oppervlaktewater in meren, rivieren en achterstuwdammen. En dat die 1/3 van die 2,5% is altijd nog zo'n 12,5 miljoen kubieke kilometer. Dus dat zijn echt enorme grote hoeveelheden water. En als je zou kijken hoeveel water er dus beschikbaar is en ook hoeveel er per jaar bij komt, dat is ongeveer 40.000 kubieke kilometer, dan zou je denken, waarom hebben we überhaupt een waterprobleem? En ondanks dat hebben we met z'n allen toch, of in ieder geval een gedeelte van de mensheid, heeft last van wat ze noemen waterstress. En wat is waterstress? Nou, waterstress wil zeggen dat je op enig tijdstip, op enige plek, niet al het water tot je beschikking hebt wat je zou willen gebruiken gegeven je behoeften.
En dat gebeurt, in ieder geval 2,5 miljard mensen op aarde hebben daar last van. Nou zou je denken, waarom is dat eigenlijk? En dat heeft te maken met het feit dat de verdeling van water, ook de verdeling van mensen over de wereld, niet evenredig is. Dus wat je van nature ziet is dat mensen wonen in gebieden waar voldoende neerslag valt om landbouw te bedrijven. Daarvoor heb je ongeveer 250 mm neerslag nodig. Dat is ongeveer de grens. En als je minder neerslag hebt, dan wordt landbouwbedrijven een probleem. En wat mensen zijn gaan doen is natuurlijk water uit de rivieren halen in die drogere gebieden. En daarmee hun akkers bevloeien. Nou, en als je kijkt naar het watergebruik op de wereld. Laat dit zien, dan zie je, is het watergebruik in kubieke kilometer. Ter referentie, in het IJsselmeer zit ongeveer 3,5 kubieke kilometer water. Dan kun je dus zien dat verreweg het meeste water gaat op aan irrigatiewater. Hè, dus we hebben het hier over 1400 kubieke kilometer water gaat op aan irrigatie. Dat water wordt met name gehaald uit oppervlaktewater, maar de helft komt ook uit grondwater. Met name in hele droge gebieden waar de rivieren niet afvoeren. Nou zou je natuurlijk denken van, wat is dat nou, dat grondwater? Er zijn veel misverstanden over. Heel veel mensen denken dat dat ondergrondse rivieren zijn, waar je met een wiggelroede die je kan opsporen. Maar de praktijk is dat dat natuurlijk, dat grondwater eigenlijk overal zit. Hè. Hier in Nederland, in ieder geval als je naar het westen gaat, waar je ook een gat graaft, binnen een meter loopt dat vol met water. Dus grondwater zit overal. Dat stroomt heel langzaam naar de slootjes toe, naar de rivieren toe. En naar de zee ook uiteindelijk. In de meeste delen van de wereld is de eerste 100 meter goed te winnen. Als je dieper gaat, moet je er iets meer moeite voor doen. Zit het water in kleinere poriën, moet je er harder aan trekken. En als je nog dieper gaat, wordt het ook zout. En in West-Nederland heb je binnen 20 meter al zout water te pakken. Van dat grondwater, dat wordt dus veel gebruikt in die droge gebieden om gewassen mee te irrigeren. Dus ze pompen het op en ze bevloeien de velden mee. En nu blijkt dat ongeveer de helft van de irrigatie ter wereld komt uit grondwater. En daar weer de helft van is wat wij noemen niet hernieuwbaar grondwater. Nou, kom met een nieuwe term, niet hernieuwbaar grondwater. Wat is dat precies? Nou, dit stelt zo'n watervoerende laag voor waar grondwater uit onttrokken wordt. Op het moment, en die laag wordt ook aangevuld van boven, hetzij vanuit de rivier. Omdat die rivier, die bodem die lekt vaak van die rivier, hetzij via infiltratie van neerslag. En op het moment dat je meer gaat onttrekken dan er uiteindelijk van nature terugkeert, wat je dan krijgt is grondwateruitputting. Die grondwaterspiegel die komt steeds lager te zitten. Je moet steeds dieper het gat graven of de put maken om te kunnen onttrekken. En je gaat eigenlijk wat wij noemen niet hernieuwbaar grondwater gebruiken. En niet hernieuwbaar betekent eigenlijk dat op de schaal van een mensenleven dat niet meer terug zal komen. Dus als ik nu zou stoppen met pompen zou dat generaties duren, omdat er zo weinig aanvulling is, dat uiteindelijk zeg maar, dat grondwater weer aangevuld is. Dus het is eigenlijk een niet hernieuwbare stof geworden, een fossiel grondwater of een fossiele grondstof zoals olie. Gegeven dat, is dat erg? De vraag is dat erg of dat gebeurt? Dat is wel erg in bepaalde gebieden, in andere gebieden niet. Maar in bijvoorbeeld India is het een groot probleem, omdat met name in het noorden van India een groot gedeelte van de voedselproductie afhankelijk is van dit niet hernieuwbare grondwater. En daar zijn miljoenen mensen van afhankelijk. Dus op het moment dat dat opraakt, heb je een probleem. Een voedselveiligheidsprobleem. Dit is een kaart zeg maar, van alle watervoerende pakketten, de belangrijkste op de wereld. Dus de ondergrondse lagen waar water zit. En voor de blauwe gebieden is het oké. Maar voor de rode gebieden wordt het veel te veel onttrokken. En in India bijvoorbeeld meer dan 50 keer te veel. Je ziet zelfs ook dat in Amerika en ook in Spanje bijvoorbeeld regio's zijn waar grondwateruitputting plaatsvindt. Nou, en de vraag die je natuurlijk dan stelt als wetenschapper, hoe lang gaat dat nog mee? Nou, dat is precies wat ik doe. Ik ben eigenlijk een waterboekhouder. Ik hou bij van hoeveel heb ik op de bank, hoeveel grondwater heb ik, hoeveel komt er per jaar bij en hoeveel onttrek ik eruit. Dus je kunt dan uitrekenen wat zeg maar wereldwijd, en dat hebben we met ons model op de volgende kaart gedaan. Dit geeft voor de wereld hoeveel kubieke kilometer grondwater we hebben tussen zeg maar het grondwaterspiegel en die 300 meter. En als we dat doen, dan komen we ongeveer uit dat ongeveer 6% van de totale grondwatervoorraad op de wereld, dat is ongeveer 10 miljoen kubieke kilometer, 6% daarvan is in principe winbaar.
En hoe lang gaat het dan mee? Ja, dat hangt er dus af van waar je zit. Wij rekenen dat in India bijvoorbeeld, zien we dat gegeven de huidige onttrekking, dat het binnen in India wel eens binnen een paar decennia gebeurd zou kunnen zijn. Dus dan hebben ze daar een groot probleem. In de Sahara, waar ook enorme grondwatervoorraden zitten, kan het misschien wel 10.000 jaar duren, want daar wordt op dit moment geen gebruik van gemaakt. Nou, kunnen we daar dan ook wat aan doen? Ja, er zijn natuurlijk wel oplossingen te bedenken. Ten eerste, de eerste oplossing waar je kunt denken, ga gewoon andere gewassen verbouwen. Bijvoorbeeld, als je in Zuidoost-Azië in plaats van rijst meer mais zouden eten, dan zou dat misschien wel 60% watergebruik schelen. Op zo'n bevolking is dat een enorme hoeveelheid. En dat zou zeker tot een vermindering van dit probleem kunnen leiden. Je kunt ook denken aan andere gewassen. Bijvoorbeeld gewassen, rijstgewassen hebben ze nu al. Dat is het middelste plantje. Dat groeit op zout water. Een derde mogelijkheid waar je aan kan denken is het gebruik van andere irrigatietechnieken. Dus het gebruik van druppelirrigatie bijvoorbeeld in plaats van het bevloeien van velden, waardoor je minder water gebruikt. En tenslotte, en dat laat deze figuur zien, heel veel van die gebieden hebben eigenlijk een soort duaal karakter. In de moesson is het veel water, heb je overstromingen. En in de droge tijd heb je te weinig water en wordt dus grondwater gewonnen wat niet hernieuwbaar is. Je zou het liefst natuurlijk dat overvloed in water gedeeltelijk vasthouden en herinfiltreren en dan in de droge tijd oppompen. Dat doen we overigens in Nederland al sinds 1940. Hè. We laten rijnwater infiltreren in de duinen en dat wordt opgepompt als drinkwater. Nou, dat is een prachtige techniek. Dat werkt alleen niet overal. Bijvoorbeeld in Vietnam, waar we ook last hebben van grondwaterstandsuitputting. Daar heb je zulke dikke kleilagen aan het oppervlak zitten dat je dat water zou moeten infiltreren met diepe of injecteren met diep onder hoge druk met diepe injectieputten. En dat zou gewoon veel te veel geld kosten. Nou, dan wil ik tenslotte eindigen met eens te kijken naar een aantal rare neveneffecten van grondwateronttrekking. Eén neveneffect waar jullie wellicht wat van gehoord hebben is bodemdaling. Dit is in Californië waar heel veel water wordt gewonnen voor de landbouw, grondwater. En je ziet dat daar sinds 1925, dus in een 50 jaar tijd, dit is een vrij oude foto, dat het meer dan 15 meter maaivalsdaling heeft plaatsgevonden. En dat komt omdat als je het water onttrekt uit die korreltjes, dat de waterdruk daar afneemt en onder het eigen gewicht van de grond, van het sediment, drukt dat als het ware die korreltjes in elkaar en krijg je bodemdaling. Dat geeft bijvoorbeeld in Jakarta, waar heel veel mensen grondwater winnen omdat ze geen goede drinkwatervoorzieningen hebben, geeft dat een enorme bodemdaling. En gek genoeg leidt dus dat uiteindelijk dan tot overstromingen in de natte tijd, omdat die bodem veel lager komt te liggen dan het rivier. Nou, komen we uiteindelijk toe aan onze vraag. Waarom leidt die watermeloen nu tot zeespiegelstijging? Nou, een van de onverwachte effecten die we ook hebben is het feit dat al het water wat hiervoor onttrokken wordt, ja, dat laat dit plaatje zien. Het meeste wordt opgenomen door die planten, dat verdampt. Hè? En uiteindelijk, dat regent dan weer uit. En 70% komt daarvan in de oceaan terecht. Nog eens 25 of 27% in dit geval direct door afvoer van de rivieren. Maar 3% keert weer terug als grondwater. Dus al dat niet hernieuwbare grondwater, verreweg het meeste daarvan, komt in de oceaan terecht en draagt daarbij dus mee aan die zeespiegelstijging. En dat kan wel zo'n 10% van de huidige zeespiegelstijging kun je verklaren door de grondwateruitputting mondiaal. Nou, dat is natuurlijk niet iets waar we onze dijken voor hoeven te verhogen, maar in de sommetjes die de mensen, de klimaatwetenschappers maken van de huidige zeespiegelstijging, welk gedeelte komt door klimaatverandering, dus door ijskappen, gletsjers, uitzetting van het zeewater en welk gedeelte komt door andere factoren, is deze factor groot genoeg om mee te nemen. Dan tenslotte onze watermeloen. Nou, die kwam uit Spanje, zoals ik al zei. Ik liet ook al zien dat in Spanje, met name in Zuidoost-Spanje, worden die meloenen gemaakt. In Murcia en in Almeria. En daar wordt die bevloeid met niet hernieuwbaar grondwater. Nou, als ik er nou van uitga, een beetje conservatieve schatting, dat ongeveer de helft van het water gebruikt voor deze meloen niet hernieuwbaar grondwater is, dus 250 liter... ongeveer 25 emmers water, dan met onze meloenproductie dragen wij dus bij aan ongeveer 6,5 miljoen kuub zeespiegelstijging door het eten van meloenen in Nederland alleen.
En ik zou jullie willen eindigen eigenlijk met een advies. Als jullie met jullie neefjes, nichtjes, kinderen of kleinkinderen naar het strand gaan op een warme dag en je neemt een watermeloen mee, zorg dan dat die kinderen 25 emmertjes zeewater van de zee naar de duinen op en neer lopen en dat daar leeg gieten. Want dan eet u uw watermeloen zeespiegelneutraal. Dank u wel.